Zoals u misschien is opgevallen, is er een nieuw gebouw gekomen bij de Wetteling. Dit is de nieuwe tafeltennishal van de Red Stars. En wij zijn er een kijkje gaan nemen. Ik ben hier nu in de oude tafeltennishal. Zoals je ziet wordt er druk getafeltennis. Maar de hal is een beetje verouderd en er komt een nieuwe hal. En daar ga ik je in dit item van alles over vertellen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even nog een potje tafeltennissen. Oh, zoals je ziet kan ik er niet zo heel veel van. Er komt een nieuwe hal en de mogelijkheden van die hal, wat gaat dat voor jou bieden? De nieuwe hal wordt een fantastische tafeltennisaccommodatie. Er is veel meer plek dan dat er nu is. Het is zelfs nog groter. Er kunnen 16 tafeltennistafels in. Optimale trainingsmogelijkheden, modern ingericht. Geen lekkages meer, dat hebben we nu. Het is gewoon allemaal modern en het is gewoon een perfecte aangelegenheid om daar te gaan trainen en een nieuwe toekomst voor Red Stars te gaan uitbouwen. We hebben best veel jeugd. Ten opzichte van andere tafeltennisverenigingen in Nederland zitten wij heel goed in de jeugd. En ik heb net gehoord dat ze zeggen dat jij de beste bent van de tafeltennisvereniging. Klopt dat? Ja, ongeveer wel. We hebben een speciale een hoek voor de jongeren voor een keer te kunnen samen te kunnen zitten. Chillen noemen jullie dat geloof ik, als ik niet vergist, hè? Ja. Ja, we krijgen een hele grote plek, een chillplek voor 's avonds. En we hebben een hele mooie bar gekregen. En een rode vloer, dat is ook wat officiëler. De ligging is centraler. Hij ligt tussen meerdere wijken in. We hebben natuurlijk de Zuidsingel er langs lopen. Dus het is ook nog eens een perfecte reclamemogelijkheid. Ja, de ligging is centraler, dus we hopen zeker meer nieuwe jeugdleden en nieuwe seniorenleden binnen te krijgen. Oké, okay, en moet jij verder fietsen? Ja, een beetje. Oh, oké. Okay. En hoe kom je in deze tijd aan het geld om zo'n nieuwe grote hal te bouwen? We hebben hier een pachtovereenkomst tot 2014. Maar omdat het multicultureel en multifunctioneel centrum van het Brukskeller gaat komen, moesten we hier genoodzaakt weg. Als de verenigingen iets willen, dan betaalt het tweede derde gedeelte betaalt. De gemeente en een derde deel betaalt de vereniging. Dus we hebben een fantastische overeenkomst kunnen maken met de gemeente Venray en natuurlijk met onze samenwerkingspartners van de judovereniging Venray. Deze hal is gewoon ons eigendom. Nou, deze hal die hebben we verkocht aan de gemeente met als gevolg dat we dus bijna het een derde deel compleet gedekt hadden. Nou, dus financieel was het voor ons toen haalbaar. Er zijn een aantal weken voorbij. We zijn in de nieuwe hal. Wat vinden ze ervan? Oh, wat vind je hier nou van? Ja, zoals je ziet en rondkijkt, we hebben hier optimale trainingsmogelijkheden. Het ziet er fantastisch uit. We hebben 16 nieuwe tafels, alles erop en eraan, alles nieuw. Fantastische reclameborden. Ja, kortom, het is gewoon een schitterende tafeltennishal. Ja, nu heb je dus de nieuwe tafeltennishal gezien van de Red Stars. En wij gaan nog even chillen.